tot welke leeftijd moet je als ouder nu van je kind willen weten waar die uithangt? Ja, dat is een goeie. Met wie die is. Ja, dat is een goeie. Dat kan ik geen leeftijd noemen. Mm-hmm. Ik denk dat je... mijn kinderen hebben heel vroeg de kreet geleerd als ze weggingen. Doe geen dingen die papa ook niet zou doen. Het nadeel is, ze hebben nou een bepaalde leeftijd en ze weten waar papa allerlei dingen doet. Ja. Dat ze nu zeggen, papa... Dus ze maken hem gebruik in de leuke zin van. Dus als je langzaam wil aangeven, doe geen dingen dat. Dan heb je toch als kinderen voor een keuze staan met een vriendje of iets. Dat is toch ook wel, kom je wel op een soort meet of norm. Zou papa dit doen? Nee, papa zou dat niet fijn zijn. Nou, misschien kan ik het dan beter niet doen. Ik weet wel, als je kinderen heel erg op hun nek zit en lang wil controleren. Dat ze ook niet heel zelfstandig worden. En ook niet beslissingen durven nemen, noem maar op. Dus het is een spanningsveld tussen enerzijds willen we dat kinderen tot 16 jaar alles doen wat wij als ouder zeggen. Luisteren, doen, gaan naar bed, naar boven lopen. Dus een soort robot zijn. Anderzijds willen ze ook dat ze aan de buitenwereld met een baantje, dat ze voor zichzelf opkomen. En dat ze vragen durven te stellen en noem maar op. En dat werkt elkaar tegen. Dat kan niet op de een of andere dag omschakelen. En daar zul je bewegend als ouder doorheen moeten gaan. En ik zou bijna zeggen dat bij de ene kun je zeggen, die kan gewoon lekker gaan spelen en die zie ik voor 8 uur thuis. En de ander zeg je van, laat me even weten waar je bent. En dat kan gewoon broer en zus zijn. Of zelfs met twee zusjes of twee broertjes. Kan dat verschil in zijn. Het belangrijkste denk ik in de vraag is, is het voor jouw ego om te weten dat jij gerustgesteld bent? Of is het voor hun dat ze geen dingen doen waar ze later heel veel spijt van krijgen? En vaak zie ik dat het om te voorkomen is dat je een schuldgevoel hebt, omdat je dan geen goede mama of papa bent geweest, dat je ze beperkt. Mm-hmm. Dat je dan kunt voorkomen heel de tijd. Dan dat het is om kinderen wat vrijheid te geven en dat ze kunnen leren en dat het voor de veiligheid van het kind is. Er zit vaak te veel, negatief gezegd, eigenbelang in. Van, ik kan beter weten waar ze zijn, want dan kan ik nooit aangewezen worden als foute papa. Want daar heb ik het niet goed gedaan. Ik denk dat als ouder de onderscheid soms nog best moeilijk te maken is. Van waarom wil ik nu weten waar mijn kind is? Wil ik nu alleen maar weten of die veilig is? Ja. Of? Ja. Ja, dat is verschrikkelijk moeilijk. Ja. Want dat heeft ook met je eigen opvoeding vroeger te maken. En dan alleen die vraag stellen is vaak al genoeg. Wil ik het weten waarom? Mm-hmm. Draagt het bij? En kan ik met zo minimaal weten dat ik niet helemaal op welke straat, welk adres die is. Maar is een sms'je genoeg om 6 uur eventjes? Of als ze naar huis komen fietsen, mogen ze. En ook dat kun je uitbouwen van een uurtje ergens tot 2 uur. Tot ik zou nu niet weten waar mijn zoon en dochter en mijn twee stiefkinderen zijn. De kans is groot dat mijn oudste twee stiefkinderen bij de Starbucks aan het werken zijn. Ik mag eigenlijk geen reclame maken, maar bij de Starbucks aan het werken zijn. Dat mijn dochter aan sporten, die zoon naar school sportachtig is. En mijn zoon die zal zijn tas in het pakken zijn of aan het chillen. Want die gaat volgende week naar de Canarische eilanden op stage. Maar of ze nou... Op de ik weet het niet. Nee. Ik weet wel, als er echt iets met ze is, dat ze me bellen. Of dat ik heel ze je snel... weten te vinden. Ja. En dat is denk ik veel belangrijker. Dat je zorgt dat wat er ook gebeurt, hoe erg het ook is, dat ze jou als ouder durven te bellen. En niet al een paar keer zo voor hun gevoel op hun donder gehad hebben. Terwijl jij dacht dat je het rustig gaf of aangeven, of zelfs sancties hebben gehad. Dat als ze echt een keer hulp nodig hebben, te veel gedronken, hè, dan praat je over oudere kinderen. Of dat ze iets hebben kapot laten vallen of ze hebben vandalisme gepleegd. Dat ze dat niet durven zeggen, omdat ze bang zijn voor de reactie. Mm-hmm. En dan zei ik altijd, dan gaan ze ondergronds. En ik zou alles doen eigenlijk om dat te voorkomen. Ja, dan moet je soms een keer denken, oh, heb je dan een jointje gerookt? Oké. En dan moet je zelf al denken, oh, dat had ik hem niet verwacht of gedaan. Maar het feit dat ze het vertellen, betekent wel dat ze vertrouwen hebben en dat ze het aan kunnen geven. En mocht het een keer fout gaan daarin, dat je weet dat ze dan jou wel bellen. En niet dat je 2 dagen later hoort of dat je het pas... van de politieagent hoort, s'avonds op het politiebureau. Dat zou ik veel meer adviseren. Dat je, ja. We hebben een bedrijf, hebben ook al een soort motto, hè? Iedereen maakt fouten, fouten mag je maken, maar je moet ze wel vertellen. Je moet ze wel durven aangeven, want dan kunnen we kijken of ik jou kan helpen en oplossen. Fouten die je niet zegt, ja, dat is iets wat we niet accepteren. Mm-hmm. En, of dingen die mis zijn gegaan of iets anders. Als je die cultuur, of het wel in een bedrijf of in een gezin of met je partner kunt creëren, dat je kunt aangeven, dit is wat ik fout gedaan heb of niet goed gedaan heb en ik heb het al hersteld of gedaan en je kunt erover praten, ja, dan denk ik dat je opbouwend en samen het leven door kunt gaan.